Good morning, welkom bij een nieuwe video. Ik ben even heel snel bananenpannenkoekjes aan het maken. Het is vandaag zondag, Pasen. Ik ga naar de kerk, dus ik ben even snel aan het eten. Ik heb nog wel genoeg tijd. Ik moet zeggen, ik ben geen kerkganger. Laat me daar gelijk eerlijk over zijn. Dat was ik vroeger wel. Ik zong ook in de kerk. Ik zong ook in de kerk. Ik zat in de kinderkoor. Deed altijd mee met alle theaterstukken. Weet je wel, kerst, Pasen, noem maar op. Op een gegeven moment, ja, dan word je ouder. En dan heb je andere interesses. En dan is de kerk niet leuk. En saai. Nou, daarna heb ik het eigenlijk wel weer opgepakt. Alleen heb ik nu wel zoiets van, ik ga gewoon op het moment dat ik voel dat ik het nodig heb. En nu was het zo dat het eigenlijk een beetje gedwongen was vanuit de familie. Maar het kost me niks, het kost me een uurtje. Eigenlijk wilde ik dus vanochtend die edit afmaken en dan de vlog om 12 uur online zetten. Maar ik heb gisteren gewoon in de nacht doorgebikkeld omdat ik zoiets had van, nee, ik maak hem in de nacht af. Dan zet ik hem vandaag om 8:30 online. In de ochtend en dan kan ik gewoon om 11 uur rustig naar de kerk. Ik moet wel zeggen dat ik moe ben. Het slaat ook op mijn stem. Gisteren met de baby shower een hele lange dag. Superleuke dag gehad, dat wel. Maar ik ben gewoon best moe. Maar goed, maakt niet uit. Ik probeer gewoon vandaag op tijd naar bed te gaan. Ik ben in ieder geval blij. En ik kijk ernaar uit om naar de kerk te gaan. I need it. Oh my god, ik ben bezig met pannenkoek. Ik heb honing erop gedaan en kaneel. En ik wil dus walnoten erop gooien. Kijk wat ik pak. Dit zijn uitjes. En ik had het er al bijna opgegooid, hè? Ik vergat net even te vertellen dat vandaag Arlène komt. Zij is een make-up artist. Ze begint net. En ik ken haar persoonlijk. En ik heb haar werk gezien. En ik was dus met haar aan het kletsen. En vandaag heb ik dus die paaslunch met familie. Zij komt dus vandaag mijn make-up doen. Voor Pasen. Leek ons wel leuk. Dus ik heb me net klaargemaakt. Lekker gedoucht. Ik heb alleen de basis op mijn gezicht gesmeerd. Want wanneer ik terug ben van de kerk, dan komt zij. En dan gaat ze mijn make-up doen en dan ga ik omkleden. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel leuk. En heel knap ook wat ze doet. Dus ja, oké. Okay. Let's go to the church. Ik laat mijn camera thuis. Ik ga hem opladen, want hij is leeg. En ja, ik ga in de kerk toch niet vloggen of zo. Dat is een beetje raar. Zie hem al staan. Mijn moeder zou me doodmaken volgens mij als ik met de camera naar de kerk ga. Eigenlijk moet ik haar een keer gewoon zo pranken. Oeh, ik ben thuis en ik heb een klein meisje meegenomen. Mag ik een kusje geven? Zo, je bent echt lang niet in de vlog geweest. En Yara heeft lipgloss. De vlog is hier, hè? Je moet aan de andere kant staan. Je moet aan deze kant staan. Deze meid heeft lipgloss. En ze was ook mee naar de kerk. Toch? Ja. Was zo fijn. Oh, echt good to be in church again. Voor de mensen die geloven en niet zo vaak in de kerk komen, maar wel geloven. Ik kwam binnen en er kwam meteen al een hele rust over me heen. Ik weet niet of jullie me goed zien trouwens, sorry. Ja, was echt fijn. Heerlijk dat ik ben geweest. Ik ga echt niet zeggen van, oh, ik loop daar weg als een ander mens. Maar je loopt echt weg met een andere energie, man. Ik wacht nu op Arlène, die komt mijn make-up doen. En dan ga ik me klaarmaken en dan moeten we gaan lunchen. En ik zie nu al dat het heel krap wordt. Want ik moet daar 2 uur zijn en het is spannend. Hello stranger, spin up. Minute since we last came. By the way. Ik ben klaar, mijn gezicht is gedaan. Ik vind het echt heel goed gelukt. Ze is trouwens nog in opleiding. Ik zei net van, ze heeft de opleiding gedaan, maar ze is nog in opleiding. Nog 2 maanden. Ja, ik ben er blij mee, man. Ik vind het leuk. Heel blij mee. Ik heb mijn nieuwe oorbelletjes in, die heb ik bij de Pri gehaald. Dit heb ik aan. Zwarte leren broek, mijn nieuwe schoenen en die blauwe blouse. En ik heb 1 kant zo in mijn broek gedaan. Bye. En ik moet nog even mijn lippen doen trouwens. Maar die hou ik gewoon neutraal. Ja, dat doe ik. Het is pauze. Dan gaan we weer dat zijn. Kijk. Ik heb nu ook even mijn lippen gedaan. Ik heb die NYX op. Butterglass volgens mij. Is dat butterglass?
Die doorzichtig met roze gloed. Kijk, ik wist niet wat ik moest verwachten, want ze begint net. Ik had wel foto's gezien, zag er goed uit. Maar het is toch altijd eng als iemand dan op jou gaat. Als iemand dan voor het eerst op jouw gezicht gaat make-uppen. Wow! Maar ik vind het goed geluk, man. Ik ben nu aan het racen naar Taste of Heaven, want we hebben daar een familielunch. Ik wil het niet eens zeggen, want ze gaan we dood. Maar ik... Joyce me aan het nadoen hoe ik deed bij Burna Boy. Voor de mensen die me volgen op Insta. In tussentijd is het dan weer 2 weken geleden. Heb ik een video gezet in mijn story. Zie je een man helemaal losgaan. Joyce zegt dat was ik. Maar ik bedoel, je bent bij een concert. Maar dan ga je niet meezingen als je het liedje niet goed kent. Ik ging gewoon in die Ik maakte een foutje. Ik was gewoon enthousiast. Ik was dus aan het meezingen met Burna en maakte een foutje. En Joyce zegt, ja, waarom moet je meezingen als je de tekst niet kent? Ik zeg, wauw, ik maakte 1 foutje met het woord. Dan zegt ze dan. Vast een heet zoiets. Zet harde muziek. Hallo. Goedemorgen, het is maandag, tweede paasdag. Het is maandag, tweede paasdag. Ik ben aan het schoonmaken als gek. Ik werd wakker en ik merkte dat ik heel onrustig was. Ik kan er gewoon niet tegen als mijn huis niet opgeruimd is, als het niet schoon is. Ja, het was wel schoon, maar gewoon niet opgeruimd. En dan zie ik dat spullen niet op hun plek liggen. En ik dacht, nee, ik ga dat nu echt allemaal doen. Ik zou eigenlijk gaan lunchen met Joy. Ik heb tegen haar gezegd, dat gaan we niet doen, want ik ga echt even opruimen eerst. Ik ben nu bijna klaar. Ik heb net de badkamer gedaan. Echt op mijn knieën gewoon geschropt en alles. Dat struikt ook heerlijk. Ik heb mijn kamer gedaan. Ik heb ook mijn kast gedaan. Ik moest wat kleren in de kast terugzetten. En toen zag ik die kast en toen dacht ik, nee, weet je, dat ga ik ook vandaag gelijk aanpakken. Dus ik heb weer allemaal spullen eruit gehaald die ik weg ga geven. Kleren wat ik gewoon niet meer aandoe. Dus ja, en morgen gaan we weer beginnen natuurlijk met werken en school. Dus ik wil gewoon dat alles opgeruimd is en schoon is. Want die handschoenen kan je ook niks, man. Ja, pauze. Wat was ik aan het vertellen? Joy kwam binnen en ik ben meteen mijn verhaal kwijt. Oh ja, ik heb dus... Maar ik ben dus gewoon aan het schoonmaken. Wasjes gedraaid. Het is super mooi weer, man. Ik zie mensen ook echt gewoon met blote armen en zo buiten. Jurkjes heb ik al voorbij zien komen. Like, is het echt zo warm? Oh, trouwens, de mensen. Kijk, voor de mensen die schoonmaken fijn... Sorry, mijn camera. Voor de mensen die schoonmaken fijn vinden, echt. Dit ding. Ik ga het gewoon weer aan jullie laten zien, want... Oh, ja. Ik kreeg ook vragen van waar ik hem heb gehaald. Nogmaals, ik heb hem van de kruidvat. Ik heb het voor de rest ook nooit ergens gezien. Maar dit moet je echt wel online kunnen vinden. Het is een motorized dust remover, heet het. Laat me het zo aan jullie laten zien. Misschien kan je het screenshotten. Ik weet niet of je het ziet. Ik hoop het wel. Oké, ik ga weer verder, want dit is gevaarlijk. Als ik eenmaal ga zitten... Is a problem. Nee joh. Wauw, dat ben je echt raar. We outside. Eindelijk. Wij zijn net sushi gaan halen. En ik ben even een nieuwe wc-borstel gaan halen. Yes, I'm back, baby. So, we are on our way to get some food. We already had our sushi. Engels vloggen zagen niks om mee zijn. We gaan hier naar de Surinaamse afhaalzaak. Ik weet niet of het open is, hè? Het is open. Het ziet er donker uit, zie je dat? Ja. Volgens mij wel.
Maar het is toch 7 uur? Oh nee, volgens mij is het open hoor. Wacht even. Kijk even. Nee, ze zijn open. Je stapt hier zo uit, dan ga je keren, ja? Ja, mijn zus die gaat even bij de Surinaamse afhaalzaak een bamietje of zo halen. En dan gaan we lekker naar mij en dan gaan we dat lekker eten daar. Dus we hebben sushi, we hebben lekker bami. Daarna gaan we boodschappen doen en dan breng ik mijn zus en mijn nichtje weer thuis. En dan wil je nasi? Ik heb een... Ja, we hebben eigenlijk een hele relaxe tweede paasdag gehad. Heerlijk. Wat niet de bedoeling was, maar ik ben blij dat het zo is gelopen. Want nu is gewoon mijn hele huis schoon. Like, wat is beter dan dat? Oh, volgens mij blokkeer ik ook een beetje de weg. Zo, ja. Kijk, als je uit Rotterdam komt, Kruiskade, parkeren. If you know, you know. Dat is nooit parkeerplek. Ik heb nu dus ook geen parkeerplek. En ik sta dubbel. En ik krijg dan gelijk zo'n anxiety, want het lijkt alsof iedereen en alles op me afkomt. En ik sta in de weg voor de fietsen en de scooter. Dus als ik te veel naar die kant ga, dan blokkeer ik de fietser en de scooter. Ga ik te veel naar die kant, dan blokkeer ik de auto. Tegelijkertijd ben ik bang dat de politie komt en ik een boete pak. Ik wilde ook hier meteen naar de Me Gorgeous, die heb je hier, om haarverf te halen. Want ik ga mijn haar verven, morgen of overmorgen. Waarom ben je zo eng? Wat? Je zegt om haarverf te halen, ik kijk letterlijk naar bruine haar. Dodo. Seswanene dodo. Ik heb net mijn kip gekruid voor morgen alvast. Ik ga dit in de koelkast leggen en dan hou ik het voor gezien vandaag. Sushi was... Oké. Ik ben sowieso niet echt fan van sushi van, hoe heet dat? Shabu shabu. Maar het was te doen, het was oké. Het was gezellig. En nu op naar morgen. Helemaal klaar met deze dag. Ja, oké. Oh, misschien ook leuk als ik vertel met wat ik het heb gekruid. Heel simpel. Ik heb gewoon zout, peper, knoflookpasta, onion powder, paprika poeder en witte wijn. Heb ik erin gegooid. That's it. Ja, en laurierbladen dan. Maar that's it. Good morning. Sorry. Ik ben best moe. En ik heb slecht geslapen, want ik heb last van mijn nek. Heel raar. Een tijdje geleden had ik dit ook al. Maar het is dinsdag. Ik wou zeggen happy new week. Dat het voor mij voelt als een maandag. Maar het is het natuurlijk niet. Nou oké, een soort van een beetje. Want gisteren hebben we natuurlijk tweede paasdag gevierd. Ik hoop dat je een hele fijne paas hebt gehad. Met je familie en je vrienden. Iedereen om je heen. Lekker hebt gegeten. Ik in ieder geval wel. Daarom ga ik vandaag dus naar de gym. Ik ga eerst even naar Me Gorgeous. Ik sta ook hier voor de deur. Maar ik weet nou niet of ze open zijn of niet. Vandaag, what's on the planning? Ik heb misschien afgesproken met Soraya. Dat is nog een, we weten het niet zeker, afspraak. Ik heb haar heel lang niet gezien. En ze helpt me altijd zo goed. En ik had dus een klein cadeautje voor haar gehaald. En dat wil ik dus aan haar geven. Gewoon een klein bedankje. Maar het komt gewoon elke keer niet uit. Elke keer dat we willen afspreken. Dus we spreken elkaar elke dag. Maar echt om een fysieke afspraak te maken, lastig. Maar ja, dat heb je als je ook niet echt bij elkaar in de buurt woont en zo. Maar goed, we gaan even kijken hoe ver we vandaag komen. Dan moet ik naar kantoor toe. Ik heb daar een afspraak. En moet vandaag ook even aan muziek zitten. Ik heb morgen ook weer een sessie. Die sessie, weet je wel, die sessie waar ik opgesloten zat. Die moeten we even opnieuw doen. Want Cher is er nooit aan toegekomen om op te nemen. Alrighty. Ik heb deze gehaald. Silken Black. Dit is iets zwarter dan de Natural Black. Oké, let's go to El Gimnasio. Today is not my day. Even zo. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik ben zo moe. Het sporten viel echt tegen vandaag. Echt vies tegen. Ik voel het gewoon echt dat ik niet goed heb geslapen. Daarom voel ik me nu ook een beetje blah. Maar ja, ik ben wel geweest. We hebben het gedaan. Ik moet morgen trouwens weer. Ik was helemaal vergeten dat ik deze week 2 dagen achter elkaar ga. Omdat ik in het weekend weg, ben. Ik ga even een avocadootje eten. Ik heb hem niet zo mooi gesneden hoor. Don't mind me. Oh. Met zalm. Op 2 rijstwafels. Dan douchen en get to work. Ik zou afspreken met Soraya, maar dat gaan we dus niet meer doen. Ze gaat het niet redden. Zo. Ik heb mijn haar nat gespoten.
Maar het lekt een beetje. Ik ga even mijn wenkjes doen. Ik heb mijn haar zo gedaan trouwens, omdat ik morgen mijn haar ga verven. Die combinatie wat ik had gebruikt, SIM Leave-In Smoothie en Snot, ga ik blijven gebruiken, denk ik. Want mijn afro was tot vandaag nog echt goed. Ik heb het nu even zo gedaan, omdat ik merkte dat de voorkant al wat droger was. En ik ga morgen mijn haar verven, dus ik dacht, ja, weet je, dan moet ik sowieso mijn haar wassen. Dus doe ik het vandaag maar gewoon in mijn losse knot. Even mijn wenkjes een beetje een touch-up geven. Ik heb zo'n zin om te koken vandaag. Ik had gisteren mijn kip gekruid, toch? Oké, ik hoop dat dit klopt. Ik heb trouwens een idee. En dat wilde ik vorige keer al in de vlog vertellen, maar... Nee. Ik ga even mijn schoenen aandoen, even klaarmaken. Dan praat ik jullie in de auto bij. Gaan we even kletsen. Wat ik tegen jullie wou zeggen. Ik zei net van, hey, ik heb een idee. Maar dat wil ik eerst even met jullie bespreken. Because you are the boss. En jullie bepalen eigenlijk wat voor soort content ik maak op mijn YouTube. Maar ik zat er dus aan te denken om een soort van seizoen te doen. Waarin ik mensen dus ophaal. Verschillende mensen. Ja. Waarin ik dus mensen ophaal. En eigenlijk een soort mukbang gaat doen in de auto. De mensen die Monica Geuze volgen, zij heeft het ook gedaan. Maar dan elke keer met haar beste vriendin. Maar ik wil dus gewoon elke keer met iemand anders. En dat we gewoon lekker eten gaan halen en in de auto opeten. Want you know, your girl loves food. En dan gaan we het gewoon hebben over verschillende onderwerpen. Ik moet even kijken hoe we dan de onderwerpen bepalen. En het lijkt mij dus gewoon leuk om het dan met iemand te doen. Want kijk, ik kan het zelf wel over die topics gaan hebben. Ik heb het ook gedaan, een tijdje geleden. Dan had ik gewoon elke keer een onderwerp. Daar sprak ik dan over. Maar dat is gewoon alleen ik, met mezelf, tegen jullie. En nu als je iemand anders hebt, dan is dat gesprek ook anders. Weet je wel, het is veel interactiever. En ja, ik denk dat het gewoon veel leuker is. Maar ja, laat me maar even weten of jullie dat zien zitten. En anders, als jullie zoiets hebben van chick, AUB zeg, hou op, kappen. Ga alsjeblieft zingen of zo over je haar praten, dat jullie dat leuker vinden, weet je. Dan blijven we dat ook gewoon doen. Deze meid is vandaag echt kapot. Ik ga nu koken. Ik ga gewoon rijst maken met groenten en kip. En ik ben net met een vriendin in gesprek. We waren aan het appen en zij zei dus van ja, ik ga even kip halen bij de slager. Want ze gaat koken en ik zei, oh mijn god, ik zeg je eerlijk, ik wil eigenlijk gewoon naar de Mac en daar eten halen. Want ik heb echt geen zin om te koken. Maar ik had gisteren natuurlijk al mijn kip gekruid en zo. Dus eigenlijk hoef ik niet heel veel te doen. Maar oké, dus ik zei tegen haar van, ja, ik ga dan wel gewoon koken, want ik heb inderdaad gewoon mijn kip al klaar. En ze zegt, ja, ik ga gewoon in de airfryer eten maken. En toen zei ik van, ik heb een airfryer, ik gebruik hem nooit. Maar ik gebruik hem niet, omdat ik merk dat ik het niet zo goed snap of zo. En toen dacht ik, si ver en je video. Sta gewoon op, pak die airfryer en ga het gewoon proberen. Dus ik ga mijn kip die ik gekruid heb, ga ik gewoon hierin gooien. Ik weet niet of het kan. Volgens mij wel. Ik heb ook dat boekje niet meer van die airfryer. Ik heb wel eens patat erin gemaakt, maar dat voel ik best wel droog. En even kijken, wat nog meer? Ja, volgens mij alleen dat. En Joyce zegt, ja, je kan er zelfs cakejes in maken. En je kan er echt van alles in maken. Behalve rijst, volgens mij. Dus ik ga het gewoon weer een kans geven. Als mijn kip mislukt, is dat allemaal jullie fout. Ik hoop dat jullie me zien trouwens. Heel veel zon. Waarschijnlijk ben ik weer donker. Laat jullie even de kip zien hoe dat er vandaag uitziet. Tada. Een dag later en het ruikt heerlijk. Maar ik bedenk nu van, kan ik dat nu gewoon hierin gooien? Of... I just don't know. Nee? Oh, hij doet het niet eens. Oh, jawel. Hij moest dus dicht. Nou, kijk, hier begint het al. Oké, airfryer. Oké. Mijn rijst gaat ook wel lekker. Ik check altijd zo trouwens om te kijken of het water helemaal weg is. En dat is het in dit geval. Je hoort het ook zelfs. Dus ik ga hem nu keren en dan doe ik er een deksel op, laag vuurtje en dan laat ik hem nog even staan. En kijk, daarom hou ik van deze pan, jongen. Niks plakt. Oh my god. Wat heb ik vandaag? Ik ben gewoon echt moe. En ik heb helemaal geen reden om zo moe te zijn. Ja, dat ik iets korter heb geslapen, maar dit is wel echt... Voelen jullie het ook? Of herkennen jullie het ook? Ik heb net kleren van de was gehaald. Hoe heet dat? Van wasrek afgehaald. Die ik eigenlijk moet vouwen. Want je girl strijkt niet altijd gelijk. Maar dat had je waarschijnlijk al meegekregen
van mijn moeder, als je dat filmpje van ons had gezien, die prank. Zij vindt dat ik elke zondag moet strijken en weet ik veel wat allemaal, maar ik heb echt zoiets van, sorry. Ja, ik heb echt zoiets van, ik strijk wel wanneer ik het aandoe. En ik moet zeggen dat ik heel veel dingen dus niet aandoe, omdat het gewoon zo kut is om die te strijken. En op dat soort momenten denk ik dan, waarom luister ik niet gewoon naar mijn moeder en strijk ik gewoon elke zondag en hang ik het uit in mijn kast. Dan op het moment dat je het aandoet, kan je het gelijk aan en hoef je niet te strijken. Maar heel vaak wil ik dus kledingstukken aan, vooral bovenkantjes. En dan zie ik dat het gekreukeld is en denk ik, ja, dan wacht ik wel wat anders. Ik wilde eigenlijk ook een begin maken met editen van deze vlog. Omdat ik merkte, vorige week was zo fijn en zo relaxed om gewoon in stukjes te editen. Waardoor ik even kijken zaterdag of zo. Ja, oké, ik was wel heel laat bezig nog, maar ik moest eigenlijk nog alleen een klein stukje toevoegen aan de vlog. En ik kon hem uploaden en zondagochtend stond hij al online. Ik zag ook wel dat mensen wel gekeken hadden. Ik was bang dat niet meteen gekeken zou worden omdat het Pasen was. Maar er werd wel goed gekeken. Dus jullie zijn top. Ik steek mijn duim op hoor, maar ik weet niet of je mijn duim ziet. Guten Morgen, mijn vrienden. Even zo doen. Ik heb me net klaargemaakt. Ik ga naar de gym. Het gaat vandaag beter met mij. Gisteren was ik echt moe. Ik denk ook dat ik ongesteld moet worden en dat ik daarom een beetje blij was. Ik zat er gewoon niet lekker in. Ik was... ik zat eigenlijk wel lekker in, maar mijn lichaam. Gisteren was het echt gewoon fysiek heel moe. Ik ben op tijd gaan liggen. Ik heb eigenlijk de hele avond niks gedaan dan gewoon gelegen op de bank. Lekker naar bed gegaan. En vandaag, I'm feeling better. I'm feeling like a new person. I'm alive. Dus ik ga nu naar de gym. Ik heb vandaag lekker een kort broekje aan. En hele leuke sokken van Bad Girls Club. Ik weet niet of je het kan zien. Anders laat ik het zo in de lift nog wel even zien. De zon schijnt. Ik word er helemaal blij van. Ja? Kan je als je dan denkt die witte? Wit, welke roze wat? Die witte. Ik snap niet wat je bedoelt. Die witte over de deken. Oh ja, oké, is goed. We kijken zo straks, ja? Oh, en ik heb een studio sessie vanavond. Dus ik heb best wel wat dingen te doen. Even kijken hoe ik dat allemaal ga plannen. Vooral met haar verven. Dat neemt ook wel weer tijd. Oh. I just came to a realization. Realization. Ik realiseer me net wat. Laat me ophouden ook met die Engelse tories ook hier ertussen. Ik besef mij net dat ik echt vandaag heel die vlog moet editen. Zodat ik morgen eraan moet vastplakken. Want ik ga dit weekend weg. Ik ga naar Parijs. Dus ik heb helemaal geen tijd om te gaan editen en doen. Ik ga daar trouwens een aparte vlog van maken. Ik was eerst nog aan het twijfelen. Van hey, zal ik die dan gewoon hier aan plakken? En dan hebben jullie zondag gewoon weer een super lange vlog. Maar ik dacht, nee, het is een beetje messy, man. Ik leer het niet trouwens, hè. Weer ga ik banaan eten voor het sporten. Maar ja, ik heb nog een half uur voor de les. Als ik Parijs hier aan plak, wordt het echt, ik weet niet, een beetje rommelig gevoel krijg erbij. Dus ik heb liever dit als een losse vlog. En dan doe ik Parijs als een losse vlog. Dus volgende week krijgen jullie geen weekvlog, maar de Parijsvlog, als het goed is. Even kijken hoe ver we daarmee komen. Spannend, ik heb er wel zin in. Ik vertelde net dat ik vandaag naar de studio moet. Om die sessie van vorige week even opnieuw te doen. Althans, af te maken. Met name Cher. En heel eerlijk, ik merk dat ik de laatste dagen weer... ik weet niet. De laatste tijd is muziek weer een beetje een dingetje voor mij. Niet in de zin van dat ik het niet leuk vind. Ik vind het hartstikke leuk. Maar het is gewoon zo lastig. Helaas weer een teleurstelling. Van mensen die dan zeggen van, oh ja, we willen met je zitten of ik wil je helpen of dit, dat. En dan eindstand krekels, radiostilte. Maar, weet je, dit is toch niet de manier waarop je zaken doet, denk ik dan. En ik merk dat dat mij zo kan demotiveren en ik zo geïrriteerd raak. En ik eigenlijk heel graag er wat van wil zeggen. Maar aan de andere kant moet ik ook professioneel blijven. En ja, ik kan daar gewoon best wel heel erg mee zitten gewoon. En, maar vanochtend had ik zoiets van, zie, weet je... Dat gaat gewoon zelf doen. Alles wat ik tot nu toe heb gedaan, heb ik ook gewoon zelf gedaan.
Snap je? En natuurlijk met hulp van anderen. Maar ik heb het ook over, weet je wel, vanaf mijn school tot een moederschap, tot mijn eigen huis kopen. Tot, weet je wel, ik had altijd doelen voor mezelf en ik ben ervoor gegaan en ik heb het gehaald. En ik heb ook niet gezeten en gewacht. En uiteindelijk, als ik jullie heb en jullie blijven mijn muziek draaien en jullie blijven mij supporten en komen naar bijvoorbeeld shows of kleinere events. En ik jullie op die manier achter me heb staan, dan moet het sowieso groot, dan moet het sowieso goed komen. En hopelijk ook groot worden, ja. Dat wil ik zeggen. En ik ben gewoon zo hard aan het werk, naast muziek als ZZP'er natuurlijk, zoals jullie weten. En toch nog steeds met die droom in mijn achterhoofd van, ik ga een keer echt gewoon van mijn muziek leven. En ik moet gewoon echt met serieuze mensen werken. Want aan mensen die alleen maar grote praatjes hebben en eindstand die acties niet uitvoeren, heb ik niks aan, man. Echt niet. Ik wil werken. Ik wil mensen blij maken met mijn muziek. Ik wil geld maken. En als jij alleen maar bent op shine pakken en werken wanneer het jou uitkomt en niet serieus bent, dan kunnen wij al niet werken. Sorry, maar dan ga ik... Weet je, ik ben 37. Ik heb mijn droom zeker 16 jaar opzij gezet en geen muziek gemaakt. Muziek niet aangeraakt, niks. Nu krijg ik een soort tweede kans, want zo zie ik het. Ik heb een tweede kans voor mezelf gecreëerd. En dan ga ik... dat niet laten verpesten door zo te gaan zitten om te wachten op mensen die zeggen van ja, ik wil je helpen, ik wil met je werken. En dan vervolgens niet doorkomen. En ik vervolgens echt dus ook geen muziek uitbreng, omdat ik aan het wachten ben. Het is ook mijn schuld hoor. Ik moet die houding gewoon sowieso loslaten. Dat afwachtende en zo. Terwijl, eigenlijk ben ik niet zo. Maar ja, oké. Het is gebeurd. Ik ga snel mijn banaan opeten. Ik heb nog 20 minuten. Echt gewoon 10 minuten over mijn naam, dat is zoveel lul. Ik zie jullie later. Oh, ja. Niet dat ik nou iets doe wat ik... Ik heb net gespoord en ik ben kapot. En ik zit er dus over na te denken om morgen toch ook te sporten. Dat heb ik wel 3 dagen achter elkaar gespoord. Maar de rest van de week kan ik natuurlijk niet. En 3 keer sporten voelt voor mij toch beter dan 2 keer, man. No offense to people die wel 2 keer per week sporten. Het is tenminste iets, hè. Maar ik heb zoiets van, ja, als ik 3, 4 keer kan pakken, dat voelt voor mij gewoon beter. Dus misschien ga ik morgen toch. Ik heb nog wel wat dingen te doen, man. Ik moet ook naar de stad. Oh, trouwens, mijn grote fles water, mijn 2 liter fles water is net kapot gegaan. Eline, die ging hem aan me aangeven en ik weet nou niet... of zij hem niet goed aangaf. Of dat ik hem niet goed aannam. In ieder geval. Waren we zo lomp genoeg. Om dat ding te laten vallen. En toen barstte hij ook. Maar ik ga morgen ook gelijk even een nieuwe halen. Ik zag een roze bij de Pri. Dat is wel leuk. Haal ik die. En die is volgens mij ook net iets meer. 2,1 liter. Die andere was 1,9. Lekker belangrijk ook. Ik heb even een ander shirtje aangedaan. Ik ga mijn haar verven. Ik heb deze dus gehaald, wat ik jullie al laat zien. Dit is 1B Silken Black. Dus iets meer shine. Aangezien mijn haar al best donker is, ga ik hem niet heel lang laten intrekken. Ik heb gewoon 20 of 25 minuten. Ik ga mijn haar in 4 secties delen. Ik ga dit even een versnelde video maken, ja, zonder geluid. Anders duurt het allemaal veel te lang. Auw. So this one is for my sisters, my black queens. You are beautiful. You are enough. Ser mujer preta, es que nada fácil. Ser mujer preta, that is me. Oké, ik heb de verf erin gedaan. Oeh, ik zie een paar vlekjes. Maar gelukkig heb ik zo'n wastafel. Wat, juist, kijk. Ik heb zo'n wastafel die gewoon tegen verf kan. Toen ik mijn wastafel ging kopen, toen zei die dude van Ikea ook van ja, deze wastafel die kan ook gewoon tegen verf. Dus dan kan je het er makkelijker uithalen. Dus hier is het niet zo goed gegaan. Dit lijkt nu net een soort uit de hand gelopen zuigzoen. Vreselijk. Zo zie je maar weer wanneer je haar gaat verven echt. Voorbereiding is halve werk of eigenlijk het hele werk. Want verf in je haar doen is niet zo moeilijk. Maar al die shit wat erbij komt, al die vlekken. Oké, ik ga even dit regelen, ik zie jullie zo. I'm very happy. Echt heel blij met die kleur. Je ziet het hier ook niet zo goed, maar ik was net gewoon in mijn kamer in het daglicht. En ik zag wel echt gewoon zwart en shiny. Het is nu ook natuurlijk nat en ik heb net product erin gedaan. Ik ga het even laten opdrogen en dan... You guys will see me soon.
Oh, mijn telefoon is gevallen onder mijn pedaal. Oh, ik heb hem. I'm on my way to the studio. Ik heb net gegeten, ik heb gewerkt, ik heb geëdit. Oh, die edit valt een beetje tegen. Ik moet hem echt morgen af hebben. Ik dacht eerst van, zal ik mijn laptop meenemen naar Parijs en dan ga ik daar verder met editen. Maar dat wil ik ook niet, man, want dan ga ik weer zomaar shit op mezelf halen. Zo, mijn haar is aan het drogen. Hij zit nu op weet ik veel hoeveel procent. But I really love the color. Waarschijnlijk kijken jullie nu en denk je echt, wauw, ik zie nul verschil. Maar het is er wel. Er is echt verschil. Dus zeg gewoon dat je het ziet, oké? Ik ben in de tussentijd ook een Reels aan het maken en een TikTok. Ik dacht, weet je, ik ga me daar ook meer op focussen. Ik merk dat mijn Reels goed lopen en goed, hoe heet dat? En veel views pakken in een korte tijd. Dus ik dacht, ja, weet je, ik moet maar gewoon een beetje daar tijd in steken. Al ben ik er niet zo'n fan van, ik vind het allemaal maar moeilijk en ingewikkeld en veel werk. Maar ja, weet je, als je wat wil bereiken, dan moet je er werk in stoppen. Loop eens door. So yeah, I'm on it. Your sofa stand. Danilo probeert natuurlijk weer te bemoeien met mijn reels. Ja. Maar, echt? Het is zwarter dan zwart. Het is zwarter dan normaal, hè? See you guys. Wat had je allemaal gezien? Je videoclip. Nee, oh, Daan heeft een videoclip. Danilo gaat trouwens muziek uitbrengen, mensen. Na 100 jaar komt hij met een project. Dat heet Odyssea. En het wordt een... Het is een EP, toch? Met verschillende nummers. Hij mag het zelf uitleggen. Maar het is toch een EP? Ik doe met een project. Nou, Danilo is dus bezig met een project. Het is geen EP, het is een project. Danilo is dus naast bassist, want heel veel mensen kennen... Hou eens op! Danilo is naast bassist, is hij ook een producer. Hij is engineer. Hij kan heel veel instrumenten spelen. Hij is gewoon echt very talented en heel humble eigenlijk. Te humble, waardoor... Kijk, Mozart. Mozart. Ja, oké, laat maar mensen. Ik probeer echt serieus iets te vertellen, maar vertel even. Maar het is een project en dan? Odyssea? Ik kan het. Nee. Dat ik kan het. Daarom, 5 mei mensen, laat me het zelf doen, want zij kan het weer niet. 5 mei ga ik het uitbrengen. Voor deze nieuwe etappe ga ik een soort podcast op 5 mei houden. Dat over... Het werk dat ik wil gaan de wereld intrappen. Het project heet Euphoria. En ik heb het als volgt gedaan. Ik presenteer het project. En dat is eigenlijk de EP. Maar ik noem het een project. En dan neem ik eens. En dan ga ik 5 mei ga ik de eerste single, de videoclip en mijn nieuwe website in 1 keer lanceren. Share even succes wensen. Succesu! Succesu, menina! Trouwens, dit is wat overgebleven is van die deur. En nu? I feel so bad. And guilty. Dit is wanneer zijn engineerswerk echt serieus wordt. When he starts coaching. I'm going back in the mood. Saving the day! Back in the mood. It's my time to record. Ik heb besloten om een verse opnieuw te doen. Heel erg, echt. Kijk, perfectionisme can be a good thing. Maar bij mij werkt het me alleen maar tegen gewoon. Want we gaan het gewoon weer doen. Ja, dit is ook wel mooi. Ja joh, ik vind het goed. Goedemorgen, wij gaan vandaag... make-up brushes even wassen. Omdat ik morgen wegga en ik wil gewoon schone make-up brushes meenemen. Ik heb nieuwe van Morphe, maar ja, ik ben eigenlijk gewoon te gierig om die nu al te gebruiken. Deze zijn nog best goed. Dus wat ik ga doen, ik heb op YouTube een tutorial gezien, dus die ga ik aanhouden. Dit is een sea moss jar. Die had ik nog bewaard. Deze ga ik vullen met water. Een tablespoon dreft en een tablespoon, hoe heet dat? Witte azijn. Dus ik ga dit even snel doen voordat ik naar de sportschool ga. Het is trouwens donderdag, guys. It's Thursday. Nou, laten we beginnen. Ik laat jullie zo zien of het heeft gewerkt of niet. I contemplate how I
borstels zijn gewassen. Echt een stuk schoner. Ik weet niet of jullie deze net hadden gezien. Maar die was gewoon echt bruin. Deze ook. Deze was ook echt vies. Zo, sorry. Deze. Die was ook heel vies. Ze waren eigenlijk best wel vies, allemaal. Oh, ik zie dat deze niet goed schoon is. Kijk eens. Deze was ook helemaal... Sorry. Deze was ook helemaal bruin. Heerlijk, joh. Ik ga even ander papier pakken, want hier kan ik niet tegen. There was a tutorial en daar ben ik heel blij mee. Ik hou van YouTube. Dat wil ik ook nog even zeggen. Ik heb ze hier neergelegd. Het is een beetje in de zon. Ik weet niet of dat goed is of slecht is. Of dat de zon het juist droog maakt. Maar ik wil dat het wat sneller droogt. Dus ik heb het even hier neergelegd. Kunnen ze even drogen. Ze moeten morgenochtend, eigenlijk vanavond al, moeten ze droog zijn. Want dan kan ik ze inpakken. Oké, let's go to the gym. Ik zei let's go to the gym, maar dacht het niet. Want ik moet nog even een smoothie maken. Ik heb hier banaan, peer, mango en havermout. Heb ik erin gedaan, deze, volkoren havermout. En ijsblokjes, die ga ik nu lekker crushen. En dan neem ik deze mee voor onderweg. Oh, my lordy lord. Ik heb gesport. Was heavy. Ik voelde echt dat ik 3 dagen achter elkaar best heftig vind. Mijn lichaam ook. Mijn lichaam was aan het vechten. Nee, ik wil naar huis. Dat zei mijn lichaam. En mijn hoofd die zei, nee, zet door, zet door. Oh, mijn hoofd is trouwens onderdeel van mijn lichaam. Whatever, je snapt wat ik bedoel. Ik ben dus gewoon gegaan en ik ben trots. Ik ben blij dat ik ben geweest, maar ik ben kapot. Ik heb net gegeten. Ik heb 2 crackers op met makreel, vis. Kan je gewoon zo voorverpakt halen bij de Lidl, haal ik het altijd. Dat heb ik gegeten en ik heb gewoon een donut op, een gesuikerde donut. Gisteren had Joy Donuts gehaald en ik zag net nog 1 en ik dacht, ja weet je, zie, eet het gewoon op, dan is het op. Dan hoef je het ook niet meer naar te kijken. En het is niet erg, ik heb 3 dagen gespoord. Mijn eten gaat echt veel beter dan een maand geleden. En ik ben nog steeds, I'm learning. Het gaat niet perfect, gaat het ook nooit worden. Maar ik wil wel gewoon kunnen genieten als ik iets zie. En ik heb nu die donut op en het is gewoon oké. Ik wilde eigenlijk gaan douchen, maar ik denk dat ik eerst ga editen. Ik ga deze vlog even editen, dan ben ik daar vanaf. Dan doe ik wat dingen voor werk. Dan ga ik douchen naar de stad. En ik moet even naar mijn buurmeisje, want die heeft misschien een camera voor mij. En ze heeft een nieuwe camera, maar ze doet er niks mee. Zit gewoon in doos. Dus ja, ik ga even kijken. Zo zie je maar weer. Ik dacht echt, oh my god, this is God. God, I love you. Want God ziet en weet dat ik een nieuwe camera wil en nodig heb. Maar ik heb al vaker verteld dat die camera die ik wil... Sorry, de bot staat aan. Maar ik heb al vaker verteld dat de camera die ik wil, dat die best prijzig is. En nu zei zij van, ja, je mag hem van mij gewoon overnemen voor een mooie prijs, omdat zij hem gewoon niet gebruikt. Want ik ga even kijken, want als die bevalt, dan neem ik gewoon die van haar. En dan komt die andere camera wel een andere keer. Want ja, ik heb echt andere prioriteiten dan nu zoveel geld uitgeven aan een camera. Dus ja, ik ga maar wat doen. Oh, ik moet ook even kleren vouwen. Dat ga ik ook doen. Het is 12 uur. Ik wil rond 3 uur naar de stad. Dus binnen 3 uurtjes moet ik klaar zijn met mijn edit. Ik denk dat dat 1,5 uur gaat duren. Misschien 2 uurtjes. Werk, gedoucht en kleding. Ik maak er 3:30 van. Oké, deze meid heeft de airfryer echt uitgevonden. Ik heb even een hele snelle lunch gemaakt. Ik had nog een beetje rijst over van gisteren. En daar heb ik gewoon een eitje doorheen geklutst. En ik heb een panga filet. Dat heb ik in de airfryer gekocht. Een panga filet heb ik in de airfryer gegooid. En dit ga ik nu snel opeten. Mijn edit is bijna klaar. Ik wilde rond 3:30 naar de stad. Ga ik niet redden, want ik moet nog douchen en al die dingen doen. Alrighty. Autosleutel, huissleutels. Eindelijk gedoucht, aangekleed. Ik ga nu naar de H&M. Ik ga even die kleren daar wegbrengen. Dus ik ga even naar de Hennes Prix. En dan kom ik naar huis. En dan ga ik even mijn koffertje inpakken. En natuurlijk de vlog afmaken. Oh, en dit moet ik niet vergeten. Laat me weten wat je van het idee vindt. Een soort van mukbang gesprekken in de auto.
Want dan ga ik even kijken wanneer ik daarmee kan beginnen. Ik ga de vlog ook afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet geen duim omhoog achter te laten. Vergeet niet te abonneren. Het is gratis. Abonneer alsjeblieft. We zijn bijna bij de 1000. En dan ga ik jullie volgende week zien. Bij hopelijk de vlog van Parijs. Doei doei.